strategisch spel dat door Domenech Fontiro werd ontwikkeld voor kinderen. En het is daar ook nog eens een keertje gemaakt door kinderen. Het geeft kinderen de mogelijkheid om mee na te denken over het beleidsvoerend vermogen van een school of een scholengroep. Dat wil zeggen dat wij met kinderen van het vijfde en het zesde leerjaar en het eerste en tweede middelbaar spelenderwijze aan de slag gaan om te gaan nadenken hoe dat hun ideale school of schoolomgeving of leeromgeving, om het nog beter te hebben, er zou moeten uitzien. Het spel nodigt de leerlingen uit om mee te denken wat op schoolniveau kan gebeuren. En dat is natuurlijk heel belangrijk, want wij weten uit ervaring dat het heel moeilijk is om leerlingen mee te laten participeren in alles wat met de school gebeurt. En hoe cool zou dat nu zijn, mocht dat echt zo zijn? Dan blijft hij wel staan. Mocht de naam van jullie ideeën echt wel werkelijkheid worden? Dat zou wel leuk zijn. Dat zou leuk zijn. Want dan is dat echt cool. Want dan misschien gaat dat dan ook waar worden. En dan kunnen wij zeggen, als iemand vraagt wie dat, dan kunnen wij zeggen, ja, wij hebben dat gedaan.